Voorzitter, ik probeer me maar eens even te verplaatsen in de positie van de ouders van een meisje van 3, bij wie een hartdefect wordt vastgesteld en waarvoor een 3 jaar oud hart, wat niet makkelijk te vinden is, in eigen land niet voorradig is. In een ander land wel, in Europa, maar dat is een land dat niet geïnteresseerd is in Europese samenwerking. Ik zou vragen om Europese actie. En het is dan ook daarom dat deze Europese actie noodzakelijk is. In Europa staan momenteel 400.000 mensen op een wachtlijst voor een orgaan. En hiervan komen dagelijks ongeveer 10 te overlijden omdat er een tekort is aan organen. Op het gebied van veiligheid en kwaliteitscriteria pleit het voortreffelijke Adamou-rapport zeer terecht tegen een eventuele verzwaring door Brusselse regelgeving. Maar de aanstaande wetgeving, waarvan ik blij ben dat de commissaris die zojuist heeft toegezegd, dient dus inderdaad geen verzwaring van die bureaucratische lasten te veroorzaken. Want als er één sector kwetsbaar is voor bureaucratie, is het deze wel. Ik ben ook zeer verheugd dat u zojuist hebt gezegd dat u juist zoveel mogelijk transplantaties wilt mogelijk maken en ze juist niet wilt beperken. Ik denk dat dat een heel belangrijke invalshoek is. Wel zijn er garanties nodig voor de versterkte samenwerking tussen lidstaten. Grensoverschrijdende samenwerking betekent namelijk dat het transplantatieproces wordt verzorgd door ziekenhuizen en artsen van verschillende rechtssystemen. Voorzitter, vorig jaar heeft de oud-commissaris voor Volksgezondheid Kyprianou gepleit voor het instellen van een Europese donorkaart. En wijsheid, meneer Adamou en mevrouw Vassiliou, wijsheid komt kennelijk uit Cyprus. Want deze kaart, wel of niet geïncorporeerd in de Europese gezondheidskaart, kan ervoor zorgen dat de organen die ter beschikking komen zo efficiënt mogelijk worden behandeld. En uit Eurobarometeronderzoek blijkt dat 81% van de burgers het gebruik van een orgaandonorkaart steunen, hoewel maar 12% van de Europeanen zo'n kaart heeft. Het Adamou-rapport vraagt om het instellen van een vrijwillige Europese donorkaart. En daarom zou ik van deze gelegenheid gebruik willen maken, mevrouw de commissaris, om u op te roepen om nog voor het eind van het jaar met wetgeving te komen die een dergelijke kaart, een aanvulling op nationale kaarten, mogelijk zou maken. Dank u wel.